Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Het is vandaag overfeest. Wij blijven vandaag thuis van Messing. Die wordt ook echt zo snel moe. En hij ligt eigenlijk de helft van de dag gewoon in bed. En ik wil eigenlijk gewoon dat hij uitrust. Dus vandaag is de planning gewoon thuis blijven. Ik ben gisteren wel echt heel teleurgesteld naar bed gegaan. Ik heb me dus gisteren nacht gewogen. Ook echt dom dat in de nacht te doen. Maar ik ben in totaal 4 kilo aangekomen. Dus ik ga weer echt heel streng zijn voor mezelf. Want ik heb niet al die tijd gezond gegeten en weet ik veel wat. Of vervolgens weer 4 kilo aan te komen. Echt stom. Maar ja, ik had ook helemaal geen grenzen in Turkije. Jullie zagen het zelf. Maar nee, ik ga niet nog meer aankomen dan 4 kilo. Echt erg, want ik ben nu al bijna 60 kilo. En dat vind ik eng, want ik echt gewoon bijna een jaar lang echt gewoon onder de 60 gewoon gewogen. En eigenlijk had ik een stabiele gewicht van 55 kilogram. En dat is prima bij mijn lengte. Voordat mensen gaan schrikken, ik ben heel klein. Maar ja, even opletten vandaag. Ik denk dat ik vandaag ook weer even ga wandelen. Bij eerst even een beetje wakker worden. Kijk het ontbijt van Nessim. Lekker chili con carne van gisteren. We zijn het er allebei trouwens over eens dat borrel met chili con carne veel lekkerder is, of niet Ness? En ook met die dingetjes ertussen, hoe heet dat? Die vermicelli. Ja, echt lekker man. We hebben een doekje eronder gedaan, want die borden, altijd als ze uit de magnetron komen bij ons thuis, zijn ze echt zo warm. Ik snap er niks van. En een colaatje voor Ness. Oh ja. Yes. Ik heb me even snel klaargemaakt. Even mijn make-up gedaan. Ik heb mijn nieuwe mascara's uitgeprobeerd van Benefit. En ik ben echt gewoon over alle drie tevreden. Ze doen echt gewoon hun werk. Ik heb ze ook echt letterlijk alle drie nu op. Ik zie wel heel graag naar de Mediamarkt. Dus ik heb me even omgekleed. En we gaan even samen naar de Mediamarkt. Dan gaat hij ook even uit huis. We hebben even afgesproken dat we vanaf nu elke dag even een uurtje samen gaan wandelen. Is ook goed voor hem. Goed voor mij. We zijn weer lekker gezonder bezig. Dus ja. Kijk, we zijn ook allebei lekker nog op slippers. Volgens deze vacation vibes. Nessie, alleen maar. Waarom heb jij sokken aan? Dat is mijn stilo. We zijn nu bij het Alexandrium. Ik ben met Baby Hippo, noemen wij hem nu. Baby Hippo. Baby Hippo. Ja, wij gaan naar de Mediamarkt. En we gaan misschien hier rondlopen. Ik weet niet hoe Nessie zich voelt. Misschien. Dat is een beetje de planning. Ik moet straks ook nog. Stel dat je ging zeggen dat ik een snor had. Oh ja, Nessie wil een snor. En ik hou er echt niet van. Zo'n dikke snor. Van die dikke snorren en zo. Ik hou er echt niet van. Baba snor. Nee, dat gaat er niet worden. De garage zat helemaal vol. En volgens Nessie, als er dus een auto uitrijdt, dan moet je gewoon heel vaak op dat ding klikken. En dan kan je er als eerst in. Dus dat deed ik. En ik mocht er als eerst in. Yes! Doe onze handshake. Oh ja, onze handshake. Wil je onze handshake zien? Oh yes. Wat doe jij? Ik kom hier trouwens voor een airco in ons huis, want we gaan helemaal dood. Maar deze ziet er echt heel goed uit. We hebben er één gevonden, jongens. Ben je blij, jongen? Ja, ik hoop dat het ons gaat helpen. Tijdelijke oplossing. Ik zat net te vertellen hoe hot je vroeger was als je zo'n telefoon had. En ik deed hem zo open en zo met één vinger. Echt stoer. Je hebt ook nog een Nokia hier, de nieuwe versie. De nieuwe versie van de Nokia. Wij zijn inmiddels weer bij de Starbucks. Gezellig hoor, Nes. Ik heb een bananencake. Ik ga even samen leren. Kijk jongens, dit is de Mariama. Op haar favoriete plek. De Starbucks. Maar wat zij eigenlijk jullie nog niet stiekem vertelt, is dit haar tweede keer in de Starbucks vandaag. Hi. Hi. Sleutertje. Ik heb frappuccino voor jou. Heb je frappuccino gehaald? Smaakje. Oh, bedankt, heb je. Ik heb jou net... Oh, dat vind ik niet zo lekker, maar ik heb jou net gesnitcht in jouw, in jouw vlog. Oh my god. Ja, dan neem maar een hapje van de bananencake. En zo al deze troep ziet ons huis er niet meer uit, maar dit ding werkt echt goed, NS. We hebben het gewoon ijskoud nu, dus we hebben hem weer even wat lager gezet, maar hij werkt echt. Echt een aanrader. Guys, ik heb dus net lopen editen en wasjes gedraaid en weet ik veel wat. Het was al best wel aan de late kant. En ik moest straks nog even een paar samenwerkingen filmen, dit en dat. Toen zei ik tegen Nessie, kom, we gaan even bij thuisbezorg wat bestellen. En toen zei hij, doe jij het maar even. Dat heb ik dus gedaan, maar ik heb dus per ongeluk op contant betalen geklikt. En ik betaal echt nooit contant. Ik heb niet eens contant geld thuis. Dus ja, dat is een beetje kut. Normaal gesproken doe ik gewoon via IDEO. En nu moet ik dus even naar beneden. Ik moet me even omkleden. Ik heb lekker gedoucht om even geld te gaan pinnen. Echt leuk dit.
denk je iets makkelijks te gaan doen. En dan moet je alsnog naar buiten toe om even geld te gaan pinnen. Ja, dat een beetje. Oh jongens, het leven is zo mooi met Arabisch eten. Oh, I can't. Arab food. Ik heb voor de verandering deze salade besteld. Heet fattoush, is met geroosterd brood. Zo, ik heb net een samenwerking gefilmd. En voor de samenwerking moest ik een haarserum uitproberen. Het was echt een first impression, want ik heb het echt nog nooit eerder gebruikt. Maar kijk, één keer. Echt, mijn haar is lekker bouncy en glanzend. En ik ben er echt heel tevreden mee. Ik moet nu even de beelden bewerken en dan even opsturen naar mijn manager. Mijn haar heb ik vast gedaan, want ik moet even weer aan het werk. Ik moet even iets anders gaan doen voor een andere samenwerking, maar dat is meer een interview. Dus daar heb ik gewoon even mijn laptop voor nodig. En dan ben ik eigenlijk klaar met werken voor vandaag, gelukkig. Eerst ga ik mijn pyjama aandoen. Oh wacht, ik heb dus helemaal nog niet laten zien wat ik net heb gekocht bij Alexandrium. Maar ik was even langs de Issy Paris. En ik heb daar eindelijk, want het was ook echt heel erg lang, de nieuwe bronzer gehaald van Chanel. En die heb ik echt al heel lang, want ik heb het vaak voorbij zien komen. Ik ben echt zwaar geïnfluenced. En ik wou hem gewoon heel graag. Dus die ga ik straks ook gewoon uitproberen. Maar het is gewoon zo'n grote bronzer van Chanel. Kijk. En het is geen poeder. Het is echt maar echt creamy. Deze wou ik echt al heel erg lang. En elke keer wou ik hem halen, dacht ik... Nee. Oh, hij ruikt ook echt lekker. Dacht ik, nee. Het is best wel aan de dure kant. Maar ik heb hem toch gehaald voor mezelf vandaag. Dus ja, ik ben er best wel happy mee. En ik heb trouwens mijn andere pakketshop gehaald bij de buren. Waarvan eentje van Kiko Milano. En ik heb dus een kleine collectie gekregen waar ik echt heel erg blij mee ben. Want kijk één keer naar de packaging. Ik vond het echt zo cute. Kijk één keer. Kijk hoe mooi. Love it. En ik vond dit echt heel erg mooi. Ze hebben een blush opgestuurd. En ik deed het open. Ik dacht van, iets ruikt gewoon echt zo erg lekker. En toen bleek het gewoon deze blush te zijn. Het is de kleur Dream Coral. Kijk. Kijk. Maar hij ruikt echt zo verschrikkelijk lekker. Niet normaal. En dit is een Luminizer. Ziet er ook echt heel goed uit. Voor op je lichaam, I think. Toch? Voor je lichaam is het toch? Corpo. Voor face and body. Oké, super handig. Ik ben hier echt blij mee. En dit vond ik ook echt heel erg mooi. Kijk, voor op je lippen. En je hebt ook nog een oogschaduw. En zo zie je het niet zo goed, maar hij is echt zo mooi. Want ik heb hem uitgeprobeerd. Kijk. Kijk één keer, guys. Oh, even zo doen. Kijk één keer. Kijk hoe mooi. Echt, love it. Ik ben klaar met werken. Net als we gaan naar een vlog kijken. Nieuwe school voor Mirjama. Dit is echt mijn nieuwe verslaving, jongens. Coca-Cola Zero in de smaak vanille. En ik ben heel erg blij, want ik heb vandaag eindelijk... We hebben weer gegeten en dat was het eigenlijk. We zijn nu op onze kamer. Een afspraak kunnen boeken bij mijn nagelstyliste. Kijk één keer, het ziet er echt niet meer uit. Ik ben echt heel blij. Wat is hoe het eruit ziet op een groot scherm. Oh, prachtig. Lijkt wel een film, joh. Trouwens, mijn wenkbrauwpotlood was op, dus ik heb het met oogschaduw gedaan. En het zit er echt niet uit. Echt zo heel warrig. Dus morgen ga ik heel snel even een wenkbrauwpotlood halen in de ochtend. By the way, die airco werkt echt zo goed dat ik het hier gewoon te koud had. Dus het is hier altijd echt gloeiheet gewoon. Maar het is eindelijk weer lekker een beetje koel in huis. Ik kan eindelijk een beetje werken. Ik kan zelfs koken. Want soms met warme dagen wil ik hier echt niet koken. Omdat ik echt gewoon helemaal zat te zweten. Omdat het hier zo warm is. De zon zit letterlijk gewoon tegen het raam aan bij ons. Maar nu hoeft het niet meer. Nu kan ik lekker rustig werken, koken, rondlopen, alles doen in huis. En het is gewoon super cool. Want ik heb even lopen googlen. En aankomende week komt er weer een hittegolf. Het wordt echt heel warm in Nederland. En het is gewoon de perfecte timing voor ons geweest om een airco te halen. Wanneer je midden in de nacht honger krijgt, ik ga gewoon kikkererwt opwarmen. Oké, en ik ga dit heel goed kruiden. Ik doe er lekker veel chilipeper in. Oh my god. Maakt.
Zout doe ik er ook in. En gemalen kurkuma. Kijk een keer. Oké, jullie gaan het misschien heel raar vinden, maar ik ga dus komkommertjes bij snijden, tomaatjes en citroen. Zo, we hebben hier tomaat en komkommer. En daar doe ik de warme kikkererwten erbij. Ja, gewoon warm. Vind ik echt heel erg lekker. Zo. Let niet op Nessie op achtergrond. Ah, hij is hier boven. Daar overheen citroensap. En appelazijn. En als laatst olijfolie. Yes. Even mijn salade eten. Kijk hoe groot. Gaat springen die kanker. Wat ruikt het? Springen die kanker. Het ruikt zo lekker, maar ik hoef niet dat je mee wilt eten, want er zit zoveel chili in. Zoals ik ga doen. Zul je mijn salade proeven? Ziet er lekker uit, hè? Ja, is echt heel lekker. Ja, kom proeven. Ik kan ruiken met mijn nieuwe neus. Kom proeven dan. Proeven? Ja? Nee, kom. Oh, hij is warm. Ja. Mmm. Ja, lekker. Heb je die cola gepakt? Ja. Hij is pittig, man. Wee, yo. Geef eens die cola. Oké, guys, het is alweer super laat. Wij gaan naar bed. Ik ga hier weer de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. Waarschijnlijk wordt het te kort, sorry. En tot morgen.